Hallo allemaal en welkom bij de Medicijnman. Even kijken hoor. Intentie behandeld, research behandeld, medicijnkeuze hebben we ook gechopt. What's next? Nou, als jij hebt bepaald welk medicijn je gaat doen, dan kan je een plan gaan maken natuurlijk. Hè? En, sommigen zullen denken, ja, wat wil je nou met je plan? Weet je, ik gooi die shit er gewoon in en we zien het allemaal wel. Ja, zo werkt het niet. Althans kan wel, maar dan haal je niet eruit wat je eruit kan halen. Laten we het daar maar op houden. Goed, je gaat dus een plan maken. Kijk, als je een ayahuasca gaat doen, of bufo, of San Pedro, of peyote, ja, dan raad ik je toch echt aan om een ceremonie te gaan doen. En doe weer je onderzoek. En dan moet je echt gaan voelen waar je het gaat doen. Dus zoek de verschillende mensen die het aanbieden. Weet je, er zijn de laatste jaren, omdat ayahuasca fucking globally is gegaan. En sommige mensen die na één keer ayahuasca drinken, denken dat ze fucking shamaan zijn. En ceremonies gaan geven. Ja, je bent met zulke krachten aan het werk. En het werk zelf is echt heftig werk. Het is fijn als je met integere mensen te maken hebt die weten waar de fuck ze mee bezig zijn. Dat is sowieso altijd wel relaxed als je met mensen te maken hebt die weten waar de fuck ze mee bezig zijn. Maar goed, zeker in dit werk. Op het gebied daarvan kan ik je wel tips geven. Maar DM'en als je echt zeker van je zaak bent en je bent serieus erover, kan je me DM'en van waar je moet zijn. Maar ik heb liever dat je jezelf je onderzoek doet en dan echt goed voelt. Klopt dit voor mij? Zo ben ik ook ooit begonnen. En neem het heel serieus. Dat kan ik je meegeven. De ceremonie zelf. Met ayahuasca en bufo wordt er gevraagd je aan een dieet te houden. Hou je aan dat fucking dieet. Want in ayahuasca zit een Mao-remmer. Dat kan met sommige stoffen kan dat heel slecht. Kan je er heel slecht op gaan. Dus ja, en neem het dieet ook serieus. Qua dedication, weet je. Wat jij erin stopt, ga je er ook uithalen. Dus als jij full throttle vanaf het moment dat jij weet dat je die shit gaat doen, full throttle erin gaat, dan ga je beloond worden daarin. Dat over ceremonies. Een plan maken voor de ceremonies. Doe je onderzoek naar de aanbieders of facilitators, zoals ze dat zo mooi noemen. Of wat de fuck. Misschien wil je wel de jungle in, maar doe ook daar je fucking onderzoek naar de mensen die het aanbieden. En ga niet alleen kijken naar ik zeg altijd dat ik klaar ben, maar ik raak nooit uitgeluld over deze shit. Maar goed. Ook al ga je naar de jungle, ga er niet vanuit dat iedereen daar integer is en dat die weet waar de fuck ze mee bezig zijn. Sommige, weet je, shamanen, curanderos, maestro's, vegetalista's, dat zijn ook gewoon mensen, weet je. Dus ook die staan bloot aan alles, alle verleidingen die menselijk zijn. Maar goed, dus dat. Doe je onderzoek en als je dan maar zeggen dat je een retreat center hebt gevonden, ga dan ook dieper in op dat retreat center. Ga dan in, als je denkt, nou, deze voelt goed, doe je onderzoek verder. Ga verder in op het retreat center en vraag misschien om je heen of kijk wie er geweest is hier en daar. Oh, daar staat politie, ik doe hem even zo. Dus dat. Doe je fucking onderzoek naar de aanbieders, facilitators, hoe de fuck je het ook wil noemen. Zo, we zijn weg. Dus dat.
mocht je denken, ik ga met paddo's aan de slag, ik ga met LSD aan de slag. Dat zou je in principe zelf kunnen doen. Maar bepaal, doe je onderzoek. Je hebt je medicijn gekozen, je weet wat je wil. Doe je onderzoek naar wat je wil bereiken. Wil je verlichting bereiken? Wil je de kosmos gaan verkennen? Wil je heling? Wat wil je? En ga dan je dosis bepalen. Snap je? Hoe diep je wil gaan. En als je dat weet, dan kan je een plan gaan maken. Dan kan je zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. Dan kan je bepalen of je iemand erbij wil hebben. Set en setting, heel belangrijk. Doe je onderzoek naar set en setting. Zorg dat je een datum bepaalt. Dat je niet gestoord kan worden. Dat je lekker in je vel zit. Doe een paar dagen van tevoren. Ga ook een soort dieetje doen. Eet gezond. Geen alcohol drinken. Dat moet je sowieso niet doen. Alcohol is de grootste bullshit die je in je lichaam maar kan aandoen. Maar goed, geen alcohol drinken. Geen andere tyfus zou je in je lichaam gooien. Dat moet je ook sowieso niet doen. Weet je. Maar goed, zorg dat je je zo goed, lichamelijk zo goed mogelijk voelt. Geestelijk zo goed mogelijk voelt. Dat je omgeving zo veilig mogelijk is. En zo gezellig mogelijk. Kies mooie muziek alvast uit. Zet de videorecorder klaar, weet je. Kijk of je binnen of buiten gaat doen, weet je. Een videorecorder hoor, mij nou. Ik bedoel natuurlijk gewoon DVD-speler of Netflix. Dat soort shit. Ik moet even weg. Of niet? Nee, ik heb nog even. Zorg voor lekkere... lekker vreten. Weet je, bij mij werkt aardbeien met poedersuiker altijd heel goed. Regel dat. Regel lekkere dingen en gezonde dingen. Daar word je blij van, geloof mij. Aardbeien met poedersuiker, daar word je blij van. Dus ga je voorbereidingen treffen op een zo fijn mogelijk reisje. En kijk of je iemand bij je wil hebben. Weet je, als jij twee bakken paddo's weg gaat werken. Nou ja, dan is het wel handig als iemand bij jou in de buurt is. Die je kan helpen als je denkt van oeh, ik ga even te hard. Of ik vind het niet relaxed. Of ik ga een trauma herbeleven. Ja, regel die shit, weet je. Hoe weiniger jij nog hoeft te regelen. En hoe veiliger jij je voelt. Hoe dieper je kan gaan. Hoe meer eruit haalt. Dus maak je plan. En maak een backup plan. Want misschien wil je wel naar buiten. Denk je, joh, ik ga lekker naar buiten, naar het bos, naar de duinen, weet ik veel wat. Ik ga lekker met een wijf het een en het ander doen. Dat moet jij weten. Maar als het weer nou kut is, ja, dan moet je een backup plan hebben. Dus dat. Regel je shit. En nogmaals, weet je, doe je onderzoek. Doe je onderzoek en blijf je onderzoek doen. Naast het feit dat het leuk is om over te lezen, weet je waar je mee te maken gaat krijgen. Kan je ervaringen lezen van andere mensen. Aan de hand daarvan kan je ook je dosis gaan bepalen. Wat ik allemaal al gezegd heb, maar goed, ik kan niet vaak genoeg zeggen. En zorg voor jezelf. Zorg voor jezelf en dan kan jij ook voor anderen zorgen natuurlijk. Nee hoor, laat mij maar lullen. Ik denk dat we er wel zijn. Dus wat hebben we gehad? Intentie. Onderzoek. Medicijnkeuze. Onderzoek. Plan van aanpak. Set en setting. Doe daar ook, lees daarover. Er zijn zo fucking veel boeken over deze shit. En boeken en artikelen. Weet je, er zijn een aantal stappen die je dan... Maar ik vertel het je graag hoor, daar ben ik nou eenmaal voor. Maar goed, dus dat hebben we gehad. Volgende keer weer verder. Heb je vragen? Mail ze naar jemoeder43@hotmail.com ter attentie van de medicijnman. Hallo. En blijf vragen pompen, want daar kan ik wat mee. Bedankt. Hallo.